ons nu favoriete FPV-monitor voor het first-person view vliegen, ofwel vliegen en op je schermpje zien wat de camera op het model ziet, is deze Skyzone Sky 700D. Waarom favoriet? Dat leggen we je in deze video natuurlijk even haarfijn uit. Allereerst is de Skyzone Sky 700D een 7-inch TFT-monitor met ingebouwde 32 kanaals 5.8 GHz Dual Diversity ontvanger. Geen aparte FPV-ontvanger nodig dus en twee antenne-aansluitingen, twee ontvangerscircuits die samen via een mixer voor altijd de beste ontvangst zorgen. Bij het scherm zit een A4'tje en dat is je gebruiksaanwijzing. Maar eigenlijk is het duidelijk zat, belangrijkste zijn de combinaties van de switch om de kanalen mee in te stellen. Dan hebben we hier het scherm zelf. En nog een soortje kabeltjes en twee 5.8 GHz sprietantennes, ook wel bekend als rubber duckies. En als je nou echt goed ontvangst wil hebben, dan zou ik zeggen, gebruik ze niet, gooi ze weg en gebruik goede antennes als een SPW, circulair gepolariseerde en een goede richtantenne. Die kabeltjes die je erbij krijgt zijn een voedingskabel met een ronde DC-plug voor in het scherm en een JST backstacker om een 3-cellen lipo-batterij op aan te sluiten en een RCA-plug AV-kabel die je op zowel de video in als de video uit van het scherm kunt gebruiken. Je kunt het scherm dus aansluiten op bijvoorbeeld een televisie voor groter beeld, of andersom bijvoorbeeld een dvd-speler aansluiten op het scherm. Het scherm heeft zoals je ziet een grote klep op de voorkant die in dichtgeklapte stand het beeldscherm geheel bedekt en dus beschermt. De klep klap je op deze manier open en het geheel ontvouwt zich dan tot een handig zonnescherm om het beeld in direct zonlicht goed zichtbaar te houden. De complete zonnekap is eventueel ook van de monitor los te halen en dat stelt ons nu even in staat om de beschermingsfolie los te halen. Met het folie eraf kun je in ieder geval zien dat het om een mat beeldscherm gaat, wat de zichtbaarheid en kijkhoek buiten in het daglicht natuurlijk alleen maar ten goede komt. Om je even te laten zien wat er allemaal op en aan het scherm zit, hier twee blauwe ledjes, één voor kanaal 1 en één voor kanaal 2, laat je in gebruik dus zien op welk kanaal en dus via welke antenne er ontvangen wordt. Hier een playback knop, gaan we je straks natuurlijk allemaal even laten zien wat al deze knopjes doen. We hebben hier een min en daarnaast dan nog een plusknop als volume toetsen of selectie toetsen. En in het midden hier een oké of record knop. En hier zo een menuknop. En dan helemaal rechts in het blauw 1, 2, 3, 4, 5 switches. En daarmee kun je dus het kanaal afstellen waarop ontvangen moet worden. Aan de linkerkant de ronde DC voedingsaansluiting voor dat kabeltje wat in de doos zit. En een 2 pins Molex connector voor battery packs die toevallig die aansluiting al hebben. Rechts de AV-in en AV-out aansluitingen voor gebruik met de AV-kabel die in de doos zit dus. Een mini-USB-poort om het geheugen via de computer mee uit te lezen. En dat geheugen moet je er zelf in stoppen middels een micro-SD-kaart van maximaal 32 GB. En wat het scherm precies doet met dat geheugen, dat vertellen we je zo. Onderop de monitor zit een standaard statiefschroefgat, waarmee het scherm dus op monitor mounts voor op zenders vastdraait, maar ook op camerastatieven gebruikt kan worden. De Skyzone Sky 700D heeft op de achterkant naar het lijkt twee luidsprekers, maar dit is er in werkelijkheid maar één. Wat je ziet wanneer we hem even openmaken. Kijk maar naar het losse achterdeel in mijn hand. Eén speaker. De Skyzone Sky 700D beschikt zoals de meeste FPV-monitors over een enkele PCB-assemblatie met alle componenten centraal op het bord vertegenwoordigd. Dit hier is de flatcable die naar het display onder het PCB gaat en de twee zilverkleurige plaatjes, de ontvangers, kun je bovenaan zien zitten. Oké, het is dus een dual diversity scherm voor een goede ontvangst en dat is dus sowieso iets wat we moeten hebben, maar dit scherm is dus onze persoonlijke favoriet. En naast dual diversity is dat vanwege het ingebouwde batterijcompartiment met JST backstacker en volgens de sticker geschikt voor accu's van maximaal 140 bij 37 bij 16 mm. Twee of drie cellen lipo erin en je hoeft het voedingskabeltje en de aansluiting op de zijkant dus niet te gebruiken. Scheelt ook weer het extern monteren van de lipobatterij en dus gewoon erg handig. Wat niet handig is, is dat het scherm ingeschakeld is en blijft zolang de lipo aangesloten is. Je moet de batterijklep dan steeds openen om de lipo na gebruik los te halen. We hebben met een dremel met snijwiel een inkeping in de batterijklep gemaakt zodat de bedrading naar buiten kan. Nu is de lipo met gesloten batterijklep vast en los te maken om het scherm respectievelijk in en uit te schakelen. Omdat de balansplug ook door de opening past, is de lipo ook makkelijk in het scherm op te laden. Dan zetten we hem eens eventjes aan. En het heldere 450 candela scherm ligt op met het Skyzone logo in beeld. DJI Phantom 2 met GoPro en FPV zender staan aan, dus we ontvangen het beeld zoals je ziet. En als we nu twee keer op de recordknop drukken, dan begint het scherm het signaal op te nemen. Naar het geheugen van de geplaatste micro SD kaart dus.
Het scherm heeft dus een ingebouwde DVR-functie, wat simpelweg staat voor Digital Video Recording, en dat is simpelweg de ultieme zwarte doos-functionaliteit. Bij een crash kun je de FPV-beelden direct op het scherm terugkijken en de OSD-vluchtdata op het moment van de crash terugzien. Maar nog veel belangrijker ook de plek waar je model is neergestort. Menig modelvlieger kan meepraten over het urenlang zoeken in een gigantisch groot veld of weiland naar een ongelukkig gecrashed model. Met het terugkijken van je zojuist opgenomen beelden weet je in ieder geval welke kant je uit moet lopen. Om te stoppen met opnemen druk je nogmaals twee keer op de recordknop en je opname is opgeslagen. Een druk op de playbackknop brengt je naar alle opgeslagen opnames, waar je met de plus- en de minknop doorheen kunt bladeren en met oké speel je de geselecteerde opname af. De monitor neemt de beelden op in een MP4 container met AVC videostream op een resolutie van 720x480 pixels met 30 frames per seconde. Ook geluid is aanwezig, als je FPV-zender een microfoon heeft tenminste, in de vorm van een eenkanaals AAC audiospoor. Het mooie van de DVR-opnamefunctie is dat je je FPV-beelden inclusief OSD-vluchttelemetriegegevens kunt delen. En om je een goede indruk te geven van de kwaliteit, we vliegen ver, voorbij de 1,5 kilometer horizontale afstand nu en 131 meter hoog. En nog steeds prima FPV-ontvangst. Nu hoofdzakelijk verzorgd door onze 6 turns spiraal richtantenne en niet te vergeten de ontvangstkwaliteit van de Skyzone Sky700D. Onze FPV-zender is overigens de Boscam TS353-400mW, ingesteld op kanaal 4 waarmee het werkelijke zendvermogen rond de 572mW ligt. De tijdens deze vlucht bereikte max was 1721 meter zoals je ziet, met nog steeds een goede 360 graden ontvangst van beeld. Voor de meeste vliegers wel ver genoeg, denken we zo. En om tot slot nog even het menu van de Skyzone Sky700D te laten zien. Bereikbaar via de menuknop hebben we verdeeld over drie schermen: versieinfo, LCD fullscreen en helderheid, batterijtype, valve en TSC-keuze, piepjes, standaardinstelling, datum en tijd, taal, formatteren, geheugeninfo, datestamp en loop record, waarmee je in één geheel of korte fragmenten je beelden kunt opnemen. Je kunt altijd kort op een knopje drukken om de OSD van de monitor eventjes op te roepen, die je de geheugenstatus, datum en tijd en linksonder de spanning van de lipo-batterij laat zien. Goed in de gaten houden, want het systeem heeft geen low voltage cut-off om je lipo tegen leeglopen te beschermen. Met de twee cellen 1500mAh pack wat wij gebruiken is het scherm ruim een uur non-stop op maximale helderheid en inclusief DVR-opname te gebruiken. En over helderheid gesproken, het is een 450 candela scherm en buiten in het zonlicht is deze, ook dankzij de zonnekap, uitstekend zichtbaar. Dus de Skyzone Sky700D, zoals we in het begin al zeiden, ons favoriete FPV-scherm. Een goede, ingebouwde Dual Diversity 5.8 GHz ontvanger met 32 kanalen en uitmuntende prestaties met SKU, planner wheel en spiraal richtantenne. Ingebouwd compartiment voor je eigen lipo-accu. Een goed en helder scherm. En natuurlijk de DVR-recorder voor het opnemen en direct afspelen van al je FPV-avonturen. Yep, we houden van compleet. Iedereen bedankt voor het kijken, veel vliegplezier en graag tot ziens op rcblog.nl.